Ja, de tekst wil achterstaan. Bij welk nummer is dat dan bijvoorbeeld gebeurd? Dat je het echt ging overleggen van tevoren? Nou, eigenlijk allemaal. We hebben echt wel een tekstavond gehad. Van, nou, ik en Alfred schrijven de meeste teksten. En dat we echt gingen zitten van, nou Alfred, dit heb jij geschreven. Klinkt heel vet. Maar wat wil je me zeggen? Ja. En ik heb best wel de neiging om geloofskritische teksten te schrijven. En daarom moet ik best wel zeggen van, joh, jongens, dit zijn misschien best wel harde teksten. Is dit wat we uit willen stralen? Is het nodig, zoals ik nu zeg? En daarin ben ik ook wel een heel klein beetje op mijn vingers getikt van, nou, misschien moeten we dit niet zo per se aanpakken. Misschien kunnen we het zo zeggen. Zodat we er allemaal volledig achter kunnen staan. Ja, en dat de achterstaan heeft ook heel erg mee te maken dat je ook dat het ook belangrijk is om het te voelen, weet je wel? Om te voelen waar liedjes over gaan. Ook om een bepaalde feel in een nummer mee te geven, weet je wel? Ja. Dus als je broke my neck gaat spelen in plaats van zo, dat is, weet je, die impact is natuurlijk heel anders. En dat gevoel dat je erin legt, dat is belangrijk. En daarom is het ook belangrijk dat iedereen gewoon een gevoel heeft met wat wordt er gezegd en wat zijn we eigenlijk aan het zeggen, weet je wel? Dus dat, ja. Ja. Ja, jullie hadden natuurlijk al wel een album samengeschreven, maar was het destijds misschien ook kijken hoe het ging met jou als nieuwe zanger? Hoe was dat deze keer, die nummers schrijven, nu jullie al een tijdje echt een band zijn? Nou, de eerste, Bright Companions, gelukkig was ik er helemaal bij vanaf het begin van het proces van het schrijven. Maar was het inderdaad wel zoeken van, wat kunnen we, wie doet wat? Maar eigenlijk vond ik het schrijfproces van deze plaat uiteindelijk best wel lijken op die vorige. Het was gewoon heel veel bij elkaar zitten. Heel veel vechten in de oefenruimte om hele kleine lullige details. Maar het was wel gewoon weer diezelfde struggling. Ja. Dat vond ik ook wel fascinerend eigenlijk, dat het eigenlijk niet heel erg verschilde of zo. Met hoe het schrijfproces van Bright Companions ging. Kijk, Bright Companions waren misschien iets meer op zoek van wie is wat zijn plekje, zeg maar. Of wie heeft welk plekje. Maar ja, als je dan, ja, weet je toert enorm veel, dan ben je helemaal niet bezig met liedjes schrijven. En nu waren we daar wel weer mee bezig en dan, ja, god, ja, dan begin je eigenlijk gewoon van scratch, weet je wel. Voor ons voelde dat ook een beetje, van ja. We gaan gewoon weer een plaat schrijven, weet je wel. Het is gewoon, ja, ik vind altijd gewoon een band is zo goed als de laatste plaat. Dus ja, bewijs het maar weer, weet je wel. Ga het maar weer gewoon doen. Ja. En wat voor invloed brengt ieder van jullie mee naar zo'n sessie? Ik bedoel, als jij het over hem moet zeggen, wat voor invloed brengt Karsten mee en andersom? Ja, het verschilt wel. Bijvoorbeeld Alfred brengt echt de meest gekke riffjes. Naar zijn oefensessie en daarin is hij best wel leidend, wat ook heel fijn is, want anders zit je wel een beetje te staren. Ja, ik weet niet wat Karsten specifiek brengt, maar we hebben allemaal zo duidelijk een idee van, nou, dat pre-refreintje moet maar 3 keer gespeeld worden. En ik zeg, nee man, dit moet 1 keer, kort. En zo discussiëren we zo lang over die nummers, waardoor die nummers ook echt uiteindelijk een structuur hebben, waar we allemaal uiteindelijk, hopelijk, achter kunnen staan. Dus zo, kijk, Kars heeft denk ik over mijn zang al zoveel ideeën. En ik heb over drums alweer zoveel ideeën. Volgens mij is het vet als je dit doet. En natuurlijk is het zijn instrument, dus hij moet uiteindelijk lekker doen wat hij het vet vindt. Maar wij zijn best wel alpha mannetjes over mekaars instrument ook nog eens. Dus het is, we hebben allemaal eigenlijk wel evenveel inbreng daarin. Ja, dus het is niet specifiek één ding te noemen dat iemand doet of zo. Het is meer gewoon van, ja. Ja, soms zijn er ook dingen waarvan ik zelf denk, wat de fuck is dit? Ja. Helemaal kut. En dan denk ik, nou goed, ik hou gewoon even nu mijn bek en dan we gaan spelen en dan ga ik daarna vol gas erop als ik echt nog steeds niks vind. Dus dat, ja, dat verschilt echt van nummer tot nummer, weet je wel. En sommige nummers, dan komt iemand helemaal niet uit, dan heeft iemand anders een ideetje. Dus ja, het is vrij democratisch en soms werken democratische bands helemaal niet. Ik denk dat wij redelijk functioneren als democratie. Maar het is niet per se de leukste periode, vind ik, van ons proces als band. Je hebt natuurlijk, je gaat een plaat schrijven, die ga je opnemen, die ga je toewerken naar een release. En die gaan we uitbrengen, dan ga je toeren. En ik denk dat het schrijfproces, kijk, omdat wij best wel harde muziek maken, ga je niet met z'n allen lekker zonder oordopjes lekker zitten jammen en kijken wat er gebeurt. Dat lijkt mij echt een droomscenario hoe je een liedje moet schrijven. Maar we hebben een keihard riffje, allemaal oordop in, komt-ie. Keihard riffje, stop, oordop uit. Wat vinden we van, nou, keihard dingen erover zeggen met z'n allen. En daarom is het best wel een moeizaam proces waar je het liefst volledig vanuit gevoel iets over de muziek wil zeggen, maar soms dat ook niet kan, omdat het zo tering hard is altijd. Gewoon niet hoort. Ja, maar je hebt wel die energie nodig, weet je wel. Je hebt wel die feel nodig om
Ja, want als wij het zelf, we zouden het van het. Ja, het zou een heel ander proces zijn als het vanuit een akoestische gitaar over wordt gebracht naar elektrisch. Weet je wel? Wat we volgens mij wel een keer moeten proberen. Het zou zeker zo niet waard zijn. Ja, volgende plaat. Dus soms denk ik ook, want dat deed ook weer charme. Alleen die charme haat ik ook wel hoor. Ik denk wel, fuck, ik zou het gewoon zo graag even. Maar hebben jullie dat dan nooit geprobeerd vanuit een jam sessie? Nou, we zijn er zo fucking slecht in. Nee, ja, ik denk jam, niet man. Dat het per se is. Maar weet je wat het is? Kijk, dingen die akoestisch goed werken, werken niet per se hard. En andersom vooral, dingen die hard heel goed werken, heel veel energie geven, zijn akoestisch gewoon een beetje gek. Heel lang die ace na... is een beetje saai. Maar als je het op het podium daarboven doet, dan is het... Dan is het cool. Dus ja. Het is ook echt lastig om zo te gaan schrijven met zulke harde teringherrie. Maar jullie zijn niet goed in jammen, zeg je? Nee, wij zijn gewoon een band die moet oefenen, weet je wel. En dat is gewoon wel dat is gewoon het hele ding. Je moet ons niet gaan vragen, kom, doe even een leuk stukje improviseren. Ja, nee, want nee, dat werkt gewoon bij ons niet. En wat bij ons wel werkt, is als er op een podium spontaan dingen ontstaan. Hij klimt weg, nou dan weten we allemaal goed, we gaan dit even iets langer spelen dan we eigenlijk in de planning hebben. Zeg maar, of dan dat het liedje duurt. Ja, zulke soort dingen. Kijk, dat stand de P. Zulke soort vormen van improvisatie, dat werkt natuurlijk bij ons wel gewoon. En dat doen we natuurlijk ook de hele tijd. Alleen ja, gewoon een liedje gaan wegjammen en dan maar hopen dat er wat uitkomt. Nee, dat is echt zo kansloos. Nee, dat gaat hem echt voor niet. Ons, ja. Ja. Ja, zeker voor ons. Ja, goed dat je die toevoegt. En wanneer in het proces kwam de albumtitel naar boven? Helemaal tijd. Ja. En hoe? We hebben echt serieus een avond gepland, bier erbij. Die albumtitel moet er komen, ja, jongens, want we moeten nu iets plannen. Er moet nu de albumtitel uitgepoept worden. De koffersavonden. Ja. En hoe lang heeft het geduurd? Nou, die avond? Een paar uurtjes hebben we zaten bier te drinken en uiteindelijk lopen die avonden uit op praten over dingen die helemaal niks met de titel aan te maken hebben. Klopt. Maar volgens mij uiteindelijk waar het begon, want ik claim namelijk dat ik dat bedacht. Maar waar het begon is, we hadden de Sex Pistols, die hadden een albumtitel. Oh ja. Op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck, wat moeten we nou? Ze pakten wat albumtitels erbij die we vet vonden. En de Sex Pistols had zoiets als, ik weet niet precies. Ja, maar was het niet This Is The Ramones? Volgens mij waren het de Ramones. En heette die plaat This Is The Ramones. Oké, ik claim nog steeds dat ik de titel heb. Voor alle toeristen daar, ik weet het niet zeker. Dus, maar het was een beetje zo'n attitude van, fuck it, This Is The Ramones. Zo. En dan dacht ik, ja, weet je, hoe cool is het als wij gewoon zeggen, The Great News, dubbele punt, John Coffey. Heel pretentieus. Maar toen dacht ik wel, ja, ergens great news is terug te slaan op het is gewoon fucking vet om, we gaan lekker dat tourproces in. En aan de andere kant, dat is de wat diepere laag, zijn er heel veel nummers die heel erg gaan over het beste halen uit jezelf. Vaak zijn er zoveel voorbeelden te noemen waar je lang niet uit jezelf haalt wat je kan halen. Nou, daar hebben een aantal liedjes over geschreven en toen dacht ik, ja, het slaat zo mooi op bepaalde tekst van great news. Je bent zoveel meer dan je er vaak uithaalt. Dus ja, als we iets ergens een diepere laag willen meegeven in die plaat, is het wel dat. Ja. En die circusbeer dan op de voorkant? Ja, dat is nog zo'n voorbeeld. Een beer op een bal. Ja, een beer is niet gemaakt om op een bal in een circus te staan. Nou wil ik niet een heel heftig statement gaan maken over circus en dieren. Maar als je zo'n lullige beer op een bal ziet, zoals de voorkant van de plaat, dan denk ik wel, ja, dat is nou zo'n typisch voorbeeld. Een beer is gemaakt om fucking krachten eruit te gooien in de natuur. En niet op zo'n lullig balletje staan, dus daarom die lullige plaat. En daarom dat hij eigenlijk ook heel zielig is. Want er kwamen wat verschillende tekeningen langs. En toen heb ik echt heel erg aangestuurd, hij moet echt knetterzielig zijn. Ja. Hij moet echt totaal niet in zijn habitat zijn. Ja. En echt een beetje, en dat ook omdat dat weer een beetje contrasteert met zeg maar de titel, weet je wel. Want dan, dat voelt, weet je wel. Maar dat is eigenlijk, er zit meer achter dan dat, weet je wel. Ja. Dus dat, we hebben dat contrast een beetje proberen aan te brengen. Ook door middel van die tekening, zeg maar. Dus dat, ja. Oké. Okay. Bedankt voor jullie tijd. Alsjeblieft. Dankjewel.